Deze beschouwing daar heb ik ongelooflijk zin in. <laughs> oh, dus het gaat ook even duren. Maakt ook allemaal niet uit. Dus de, de basis van de boodschap is dat er niks aan de hand is. In de taal gesproken dan. Hè? Want de taal. Ja, we gaan het hebben over zeggenschap en verantwoordelijkheid en slavernij. Of heerschappij. Ja, precies. Zo'n beetje die vier. En ga nu niet denken dat je het hier hebt over mijn mening. Want het is mijn mening niet. Ik heb het geconstateerd. Net zo goed dat je, je hebt, uh, twee soorten stenen hebt. Je hebt dakstenen, je hebt hoogtestenen. Alles werd met die met, om met, 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 met elkaar gestapelde stenen. En dan heb je ook op, op een dak heb je ook stenen. Dat heet de dakpannen. Het zijn dat allemaal dakstenen. En dan heb je dus die andere stenen. En die liggen op de grond. En dan loop je overheen. Dus er zijn twee soorten stenen. Dat heb ik niet uitgevonden. Dat heb ik geconstateerd. En wat voor steen moet je hebben, man? Moet je er overheen lopen of gaan we stapelen? Ja, Piri, er is ook nog een derde soort steen. En dat is de kunststeen. Ja, nu moet je ophalen. Dat ja, er zijn zo'n die dingen die dat, dat zijn geen meningen. Jij ja, weet ook dat je dakstenen hebt en die stenen waar je overheen loopt op een of andere manier. Ja, van die hoogte stenen, ja, de hoge stenen en je hebt gewoon die stenen liggen op de grond, twee soorten stenen. Dat is niet jouw mening. Dat is zo. Als je, ja, het is heel vervelend als je dat, dat, dat gebeuren ongelukken mee. Je, heb je van die stenen en daar daar dingen overheen te lopen en dan is er een steen zo heel stiekem aan de ene kant gaat die een beetje steen worden. En dan, dan hoort hij daar niet te liggen. Al oh, die stenen moeten hun bek houden. hadden ze maar hoogtesteen moeten worden. Dat zijn die twee soorten stenen. En dan gaat zo'n... Zo hoe noemen we dat dan? Een voetsteen... een loopsteen of een lichtsteen. Een, een lichtsteen... gaat zich oprichten. En jij was je daar niet van bewust... toen je eraan kwam wandelen. En dan blijf je voet erachter raken. Dat kan een hele... lelijke val veroorzaken... Dus het klopt. Van uh, hoogtestenen en lichtstenen. Stenen liggen ergens, of ze zitten in de hoogte. Maar niet allemaal. Als kunstwerk, als, als taalidee. Nou, en net zo heb je dat ding met zeggenschap en verantwoordelijkheid. En slavernij. En heerschappij. Dit is geen mening van mij. Het is zo. Het enige wat je moet doen. is dat jij je ook bewust wordt van: verdorie, het is gewoon zo. <totstitie> en wat is zeggenschap? Laten we uitgaan van de ideale situatie. En ik neem een mens in dienst en haar taak. Of die, die mensen taak. Meestal is het een vrouw. Maar die, die mensen taak is om de gasten die binnenkomen in het register te noteren. En ze een melding te geven, op een of andere manier, dat meneer X gearriveerd is. Meneer X, die, uh, uh, die, die moet misschien een kopje koffie. Wilt u een kopje koffie. Want, dus even wachten. Nou, dat soort dingen. En onderwijl gaat de telefoon. Is een hele belangrijke functie. Die moet volslagen correct worden uitgevoerd. Iedere gast, die wordt gelijkwaardig behandeld. Met dezelfde ekaars. Er is geen onderscheid. Je moet een heel neutraal persoon zijn. Je bent er alleen maar voor de verwelkoming. En meer niet. Dat is al genoeg werk op zichzelf namelijk. Ja. Oh. Dat maak ik dan zo iemand duidelijk. En die komt vervolgens naar mij toe en die heeft een verzoek. En die zegt, ja, ik, ik, ik werk hier nou tien dagen. En uh, zou het ook, uh, ja, ik weet niet of het mocht, maar uh, uh, kan dat ook iets anders? Hè? Dan zeg ik, oh, uh, vertel eens wat meer. Ja. Wat bedoel je? Waar heb je last van? Ja. En dan zegt ze nou, ik, 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 wat mij dus. Uh, ja, is het, als het dit is, maar dat komt ook nog. En een zus en zo. En wat had ik dus vorige week? En dan kon ik echt niks aan doen. En, en dan vind ik dan, ja, dan kan het ook anders. Ja, daar luister ik in dit ideale geval heel goed naar. En die hele interactie, die kost mij één minuut. In het contact met zo iemand. Ik ben daar ook om te werken en niet om vrienden te maken. Dus dan luister ik naar wat die persoon wil. Denk er nog even over na. En dan ga ik in, ja, tot actie. En dan druk ik op wat knoppen. Ik ben toch de baas? Wat is dat nou? Met mijn telefonisten, receptionisten, die gaat het dan. En meneer Piet gaat even bezocht worden. Hij zegt: Piet, hou eens op. Met de secretaresse te pesten. Hoe ja, heb ik gedaan, toen. Hij ja, zegt. Ja. Waar ik het over wil hebben. Die zeggenschap heeft zo iemand dan. In de ideale situatie ben jij de receptioniste, telefoniste, de telefoniste. Maakt niet uit wat. Je bent heel neutraal je doet je werk correct. En je bent op tijd aanwezig. Dat betekent 10 minuten van tevoren. Twintig minuten van tevoren maar zoiets. Ja, twintig is veel. Maar vijf minuten van tevoren. Dat minimaal. Goed uitgerust. Hallo. En uh, alles goed wegboeken. Biebie, bieb, overal verzorgen. En dan ga je weer naar huis. Toink. Dus het vijf uur is. Klonk. Hoppakee. Uitchecken. Wegwezen. Het is een baan. Hè? En. Zo iemand moet volledige zeggenschap hebben. Over dat wat haar mankeert. Of haar werk of situatie mankeert. Dat moet ze kunnen uiten. En daar moet vervolgens wat mee gebeuren. Dat is zeggenschap. En jij snapt gelijk... Dat als jij een secretaresse bent, of receptioniste, of wie dan ook, of een andere, een lakai of... Uh, jij snapt dat je zeggenschap wil. Ja. In zo'n functie. Want zo niet... Uh, wat ben je dan? Dan word je niet gelukkig. Dan heb je te verduren. En je kan het wel zeggen, maar niemand doet er wat mee. En jij kan niks doen, want je bent alleen maar de receptioniste, telefoniste... onderin bij de deur, waar al het tuig binnenkomt. Ik zeg maar wat, hoor. Ja, ik noem dat slavernij. En geen heerschappij. En een heerschappij, hè? Dat, dat is de, de contra daarvan. Van slavernij. En dan heb je een overdaad aan zeggenschap. En ben je een soort baby. Blijven blijf het altijd nog merkwaardig vinden dat Babylon, die gedachte, dat, dat rijk van de heerschappijen, dat begint dus met het woord baby. En een baby. Een baby heeft alleen maar zeggenschap. Mag ik aannemen. Dat is ook weer zo'n ding. Als je als mens geboren wordt, dan wil je vanaf het begin af aan, wil je zeggenschap. En dat, dat moet een baby ook ervaren. Die zeggenschap. Dan moet het mee vertrouwd gemaakt worden. Want als kindje wat wil, dan moet kindje vragen en dan kindje krijgt. Kindje wil, kindje vraagt, kindje krijgt. Altijd. Kinderen zijn zo makkelijk voor de gek te houden. Ja, dat is echt heel simpel. Dus op mijn werk er zit ook zo'n kind, een heel groot kind. En die roept de Godganse tijd koffie, koffie ja. Voor de rest heb ik hem ook nog betrapt op dat hij het woord zitten uitsprak. Maar dat zijn zo'n beetje zijn drie woorden: van koffie en koffie ja. Dat is ook zo'n kind. En dan worden mensen worden boos op hem, of boos, of... Van, hou nou een keer op, man. Je hebt net koffie gehad. <laughs> maar die man die kan maar drie woorden. Uh, koffie, koffie ja, en zitten. Misschien heb je ook wel niet meer woorden nodig... Kijk, als je op dat niveau afdaalt. Uh, met hem heb ik ook uitstekende gesprekken gehad. En hij opende met uh, zitten. En voordat ik wat kon zeggen, ging hij naast mij zitten. En toen ging hij ruiken aan mijn kleding. Dat is een best grote man. Een soort walvis-tank of zo. Die sloopt ook meubilair. Hè? En dat vind ik terecht. Als, uh, I want to break free. I want to break free. <laughs> Oh, oh, en hem wordt niet... Nou, ik zeg niet dat iedereen er slecht naar luistert, maar... Ik, ik weet niet of hij zoveel zeggenschap heeft in zijn leven. Ik, ik heb daar uh, grote twijfel bij. En bij hem uh, is het logisch dat hij heel weinig zeggenschap heeft. Want... Hij is onverantwoordelijk. Dat is nooit bij hem ontwikkeld. Verantwoordelijkheid. Daar zitten de kruks, hè. zeggenschap en verantwoordelijkheid. Denk maar met me mee. Net zoiets als uh, hoogtestenen in. Uh, Lichtstenen. Zeggenschap en verantwoordelijkheid. En voor die mensen waar ik dan voor mocht werken, ja, die hebben nauwelijks zeggenschap. En voor een groot deel ligt dat aan hun zelf. Maar aan de andere kant, ja, het is hun ook maar overkomen. Ik heb ze een beetje in de rondte geïnvloed. Nou, nee, je hoort van alles als je als schoonmaker bent. Zo'n mooi beroep. En ja, dan, dan pik je van alles op. En dan joh, er komt weer het woord jeugdtrauma naar boven. Ja, er is iets geweest in zijn jeugd. En dat was heel erg. Maar toen had het kind ook al geen zeggenschap. En dat moet het wel hebben. Dat, moet je, dat is de verantwoordelijkheid. Oh, komt hier weer. De verantwoordelijkheid van de ouder. Om dat kind de maximale zeggenschap te geven. Want anders raakt het gewend aan geen zeggenschap te hebben. En dan heb jij een slaafje. <tie> oh, ik had vroeger ook nooit wat te vertellen. Dus nou, het zal wel normaal zijn. Dan heb je een slaafje gebaard. En waarom zou je dat doen? Wat je wil, is dat je een mens op deze wereld zet, die, die een soort Attila de Hun, of Alaric, of noem eens wat anders, ja heel moeilijk kan je een Hosea op deze wereld willen zetten. Ja, ja zoiets. Er wordt van Christus gezegd hè? dat hij onbevlekt ontvangen is. Je kan ook zeggen, hij had een maximale zeggenschap. Niet uh, besmeukt, besmied, helemaal, helemaal niet. Helemaal nooit niet. Hij was bij de conceptie gelijk bang. En vanaf dat moment uh, hey, helemaal nergens last van gehad. Zijn vader, ach, zijn moeder, wist het niet eens. Dat is ook. lekker dat geen plezierig gevoel? Dat je naar die gozer kijkt, die zich jouw vader noemt. Ja, dat je denkt: je bent mijn vader helemaal niet. Ja, toch? Dat, dat, dat is op zich een aangenaam gevoel. Dan kom je zo los van dingen. Maar op het moment dat je van die mensen hebt gekweekt, die moesten altijd de bek houden. Dat is zo stom, hè? Ik heb. Het bij ons in de familie was het zo. Als de oude mensen praten. dan mogen de kinderen ook gaan praten. Dat mag ook. Kinderen mogen ook praten hoor. Maar niet tegen de oudere mensen praten die aan het praten zijn. De oudere mensen zijn aan het praten. En moet je rustig wachten. tot je wat kan vragen aan de oudere mensen. En hou de vraag kort. En bondig. En geef duidelijk aan wat je wil. En ja, dan krijg je dit. Kijk, zo kweek je mensen met een. Die zijn het gewend dat ze gehoord worden. als ze geduldig zijn. Ze zijn wel vrij, alleen ze zijn geen heerser. Maar ze zijn vrij, het zijn geen slaven. En wat is een heerser? Nou, ik denk, want die heersers worden ook gekweekt. Dus kindermishandeling, dat kan je ook toepassen... Dat gebeurt. Dus uh, Wij mishandelen kinderen in onze vrije tijd. En dan zijn ook mensen en wij doen dat heel slordig en dan weet je we allemaal slaafjes. Als mama het zegt, dan moet je nou doen. Dat soort dingen. Ik ben mama. En dan moet je maar doen wat ze zegt, hè. Zo begint de slavernij. Van verdorie, ze hoeft het maar te zeggen en je moet het doen. Want het is je moeder. En die heeft het al zo moeilijk. En dat gevoel, daar raak je gewend aan. Ja, je gaat dat zien als normaal. En dan ga je zien. Dat, dat wat normaal is, dat, dat uh, aan verbetering. Uh, nou, dan mag er wel wat veranderen. Dan krijg je ook nog een oppositie tot het normaal. En dan word je helemaal knippig, gek. Want dat is niet normaal. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om de kinderen de meest volledige zeggenschap te geven. Als dus een kind wat vraagt, dan luister je. En je gaat op onderzoek uit. En het kind krijgt wat het vroeg. Dat kan ook zijn dat dat kind vraagt om even een gesprekje te maken met een Marokkaanse buren. En dat zo'n ouder, dat is een verhaal ken ik. Hè? Een grote gozer, en die werkt in de verwarmingsindustrie. En die hoort dat van een van zijn kinderen. En die denken, oh, dat is goed, joh. Die is er naartoe gewandeld. En ik is aangebeld. En gezegd, uh, ik hoor dat er echt problemen zijn. Wat vervelend nou. Je kind zeggenschap geven. Dus je kind hoeft maar wat te zeggen. En dan doe je het. En het leuke is. Als je dat goed speelt en oefent met je kind als een spelletje. Hè? En, als, als een spelletje. Puur een spelletje. De meest volledige zeggenschap voor het kind. Leuk man. En dan kan je je kind ook leren om geduldig te zijn. Papa, mag ik wat dragen? Ja, zo duidelijk. Ik ben bezig. En dan moet het kind even wachten. Als dat lang duurt, dat je dan tegen het kind zegt van... Oh, ja, het duurt wel erg lang, wil je misschien uh, zelf even limonade pakken? Die staat in de koelkast. Dan, uh, dan kan je een beetje drinken. Je moet nog even wachten. Dat vindt een kind ook zo lekker. Hè? Oh, ik, ik moet wachten, maar ik krijg wel limonade. Dan kan je zo als ouder... Hè? Kun je zo mee spelen? Je houdt, je houdt dat, dat grut heel makkelijk voor de gek. Super simpel. Ja, die kleine kinderen die denken daadwerkelijk dat ze geboren zijn in een cartoon van Bugs Bunny. Daar kunnen ze helemaal niks aan doen. Daar kon jij ook niks aan doen, want jij bent ook zo geboren. Je bent geboren als baby en je zegt me wat en het gebeurt altijd goed. En je hoeft me te gaan huilen en dan. Dat is het in het ideale geval dus. En dan die zeggenschap. Je zit nog steeds in die bubbel van. Uh, ja, ik ben, ik ben nog steeds in de armen van mama of zo. Dat duurt echt jaren. Dus na zeven jaar dan heb je een breekpunt. En dan komt rekenen in beeld. En als het rekenen in beeld komt, dan, uh, dan krijg je de fase en dat is de aanloop naar de puberteit. En dan plotseling heb je twee titels of twee ballen. En dan snap je ook wel dat het niet één uh, titan is. Eén! Oh, één titan. Nee, het zijn twee titan. En twee ballen en één pik. En... en dan krijg je de seksuele erbij. En dat is het moment van de volwassenheid. Dan is een mens volwassen. De wereld is best simpel als je het heel simpel beschouwt. Wat nou, een gedoe met. Uh, ja, je mag pas alcohol er, uh, kopen in de winkel als je 18 jaar bent. En wij vinden dat normaal. Dat is belachelijk. Ja, het is, nou, het is misschien een overdreven maatregel, Perry, Maar uh, toch, uh, ja, voor alle zekerheid. Ja, voor alle zekerheid wat? Voor alle zekerheid wat? Nou, een verbod. Ja, uh, uh, niet namens mij. Nee, dat is uh, vanwege uh, de, de algemene afspraak, weet je wel. Met je universeel denken, Piggy. Universeel? Op, op zijn Griekse werd het ook alweer. Katholiek. Dat is gewoon een unie globalisme is dan. Als we allemaal maar hetzelfde doen, dan gaat alles goed. Dat kan helemaal niet. Die gekke lui, hè? Die, die, die zijn knettergek. Zielige apparaten. Krenk ze met geen haar. Alsjeblieft niet. Dat moet je niet doen. Dan... De do not muddle the pool. Echt niet doen. Er kan nog bliksemschichten uitkomen. Ja, serieus. Kijk, het punt is dat de andere kant. Van de, van de magie. En, de, en het aantrekken daarvan. Je trekt de magie naar je toe. Dus, ja. ja, dat werkt dus. Of dat, ja, ik ik, ik. ik heb het experiment gedaan. Ik heb meerdere experimenten gedaan. Geest beïnvloedt materie. Jassiegoh. Het effect is heel klein. Dus als je maar een beetje lawaai gaat maken en, en je, we gaan een experiment doen en de camera's erbij, je, je, op, ja, dan, dan gebeurt er helemaal niks, hè. Net ja, als op mijn werk. Waar de... ik dan nu dan werk. Er zit een tuin. En dan zit ik dan. Nou, tuin. Met die gehandicapten. Maar Ja. Wel, wel. <tie> er is ook een schommel. Alles is heel degelijk uitgevoerd. En dan zit ik op. Uh, van dat tuinameublement. Maar dat is ook half gesloopt. En dan komt er een roodborstje. Is er, er. zijn er twee. Zo'n zo, zo. zo grote en zo'n kleintje. Is die ene nou een mannetje en die andere een vrouwtje? En die, en die, die kijken dan zo naar mij. En het zijn hele schuchtige vogeltjes. En die, die willen er toch proberen om zo dicht mogelijk bij het vuur te komen. <laughs> of zoiets. <laughs> dan komen ze iets dichterbij. Is het nou? Ik was ook een keer. Was, was ik op die schoonmaakkamer. waar de spullen staan. Ik was morgens binnen. en, en ik had. Uh, vogelvoer. voor mijn werk, uh, kantoor, kantoor, zullen we de zeggen. op de grond gegooid. En ik zou kijken of ik al een beetje beet had. Hè? En hmm. er zat een, een mannetjesmerel. Een hele mooie, grote zwarte. En ik keek hoe die merel dan uh, bezig was om wat vogelvoer op te eten. Dat is toch een mooi gezicht. Dat is een mooi begin van de werkdag. Huh? De merel is het gras aan het opruimen, schoonmaken. Oh, daar zit een mot. Oh, daar zit er nog een beetje een goed kijken. En die Merel was lekker zo. Ja. ik kon echt de hele tijd naar kijken. Dat was zo schattig, hè. Zo... Opzij loofde, was wel bevangen. En ik stond achter glas, hè. Kijk alleen maar naar buiten. En, ik... en die Merel, die draait zich om. In één keer naar mij. Someone is staring at me. <laughs> en ik keek me aan en binnen een seconde was hij weg. Weg. Wow. Nee, dat wil je ook niet meemaken. En dat rood bosje dat... Ja, die weet dat ik ernaar uh, kijk. Maar ik kijk alleen maar. Een soort van uh, grote vriendelijke reus. Ja. Zo ben jij toch ook. Ik, 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 ik vertel dit niet om mij op mijn borst te... Uh, uh, gaat het? Dit is geen opschepperij of zo. Dus, uh, jij bent precies zo. Echt waar. Je bent misvormd door de samenleving. Je moest een slaaf a, b, c, d, e mocht je kiezen. Het is toch een, uh, een kasten zijn. En je moet wel weten. Wel wat, wat wil je dan, worden. Je Beroepskeuze testen en dat soort dingen. IQ testen, dat is ook een goed voorbeeld. Die IQ testen die zijn opgezet. Om in het Amerikaanse leger. En Amerika is van Rome. Heel veel is van Rome. Bijna, eigenlijk is alles van Rome. Als je erover nadenkt. Cuba is van Rome. Rusland is van Rome. Ja, wat is er niet van Rome? Canada is van Rome. China is van Rome. Ja, het ging allemaal om het spelen van een potje risk. En Rome heeft nu gewonnen. Ze hebben alles. De, 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 alle, alle kaartjes van risk. Hè? Je moet dit en dat en zus. Of 42 landen. En al die kaartjes van risk bij elkaar opgeteld. Nou, hebben ze nou bereikt. En dan denk ik gelijk aan dat prachtige nummer. Nu dat wij de liefde hebben gevonden, wat gaan we ermee doen? Now that we have found love, what are we going to do with it? Ik zal het je besparen om nu te gaan zingen. we can now that we found love that we come dom 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 with it. En ja? dat is hun stadium ja. Wat gaan ze ermee doen? Ons allemaal afmaken? <laughs> Uh, er zijn bepaalde dingen die, die werken speltheoretisch niet. Die lui hebben zichzelf echt in de kont gebeten. Zij zijn de, de heersers. Ze hebben volledige zeggenschap. Of volledig, maar... Geen verantwoordelijkheid. Het zijn baby's. Zijn crybaby Ja, maar de CO2 gaat fout. Oh nee, de CO2 gaat fout. Nee, maar dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Kiro 555. Voor uw barmhartige gift. Wel, ja, we moeten wel de, de planeet redden. Nou, wat we eigenlijk zouden, als we nou echt willen dat we op een planeet wonen, hè, laten we er dan net zo uitzien als die andere planeten en niet doen alsof wij iets anders zijn. Hey. De, de, wij zijn wij, wij mogen anders. Hey, laten we hetzelfde worden als die andere planeten. Dat als je foto's maakt op aarde of je maakt foto's op Mars, hè, dat het er precies hetzelfde uitziet. Op een of andere manier. Hè? Ze moeten allemaal gelijk worden. We kunnen ook allemaal gelijk worden aan de andere planeten. Dan zijn we ook allemaal één. Ja, toch yeah. weg? Stomme katholieken. Globalisten. Andere term. Universalisten. De... Wij zijn allemaal één als we maar lief zijn voor elkaar. Dat is helemaal niet waar. Wij moeten helemaal niet lief zijn voor elkaar. Niet. Als iemand niet zijn verantwoordelijkheid voor zijn kind, als hij die verantwoordelijkheid niet invult, dan moet je die persoon. Toespreken in het bijzijn van het kind. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ik heb die verantwoordelijkheid verzaakt. En daardoor is mijn dochter nu slaaf. ...van haar moeder. Ja, ja. Nee, laat het me even op je inzinken. Want ik ik, ik treur niet. Want de... Kijk, de werkelijkheid is dat die bankrekeningen hier op aarde, net als vulkanen en andere aardbevingstrillingen, en dat is allemaal niet te voorspellen. En je hebt ook nog dieven, en je hebt ook nog schimmel, en je hebt roest. En ja, kortom, als je wat wil kopen wat kapot gaat, koop het hier op aarde. Dan weet je zeker dat het dan naar, naar res gaat. En wees eerlijk. Doe, doe, doe normaal. Als je me niet gelooft. Hè? Er bestaat ook zoiets als witte magie. En dat heet de I Ching. <laughs> die is slechts om te lachen. Die I Ching is een. Is een bijzonder werk, hoor. Dus waar ik het nu, als ik het ga hebben over de I Ching. Ik ga er nog wel een andere beschouwing over houden. Het is echt een ontzettend leuk boek. Dus in mijn boek, het gaat over moraalfilosofie. Wat is moraal? Hoe zou het moeten zijn als we rekening houden met het feit. Dat wij uh, kinderen zijn van de Almachtige Wil. Dat is een de Almachtige Wil, mag je ook weglaten. Maar de Wil. Je kan ook zeggen de ene en ondeelbare. Dat is ook een andere. Almachtig. Maar de ene en ondeelbare is denk ik een betere qua logica. De Wil. En wij zijn kinderen daarvan. En wij wonen in Auschwitz. Of een, een toekomstig te veroveren gebied, maar momenteel is alles over de hele wereld, is Auschwitz. En Auschwitz was niet per se om die mensen uh, allemaal zo snel mogelijk om zeep te helpen. Want dan ben je gek in je achterhoofd. Het ging om een waardevolle arbeidspopulatie. En die werden te werk gesteld. Dat was het. Het is best een duivels plan. Best een duivels plan. Wat ze gedaan hebben met Europa. Die economische crisis. Dat is één grote scam allemaal. Dat continue pesten van mensen. Dat is het. En wij gaan in de fout als we onze kinderen. Uh, op die manier als het ware gaan vaccineren. Van, ik pest het alvast een klein beetje als het klein is, dan is het al gewend aan het pesten. En ja, dan, dan heb je je kind de verkeerde kant op gevaccineerd, dan heb je het gewend gemaakt aan. Je wordt af en toe helemaal verrot gescholden en dan moet je gewoon lekker stil blijven staan. Wij beschadigen onze kinderen. En daarmee creëren wij slaafjes. beschadigt de kinderen. Als wij daarentegen precies doen wat Perry zegt. Want ik heb verdorie, ik heb het zelf gedaan. En dat stelt helemaal geen ruk voor. Nou, iedereen is in, op een bepaalde manier een kind. En als je volwassen bent, dan leer je dat, dat. Dat kinderlijke, wat iedereen altijd maar bij zich blijft dragen. En, en dan word je bijvoorbeeld een ontzettend goede verkoper. Dat je de klanten gaat behandelen alsof het jouw kinderen zijn. En die hebben zeggenschap. Dat die je controleert of, of die of... of het, het, als een klant binnenkomt. dan heeft hij een zeggenschap. En uh, ja, dan, dan, dan mag hij echt doen wat hij wil. Dan hij die je houdt alles in de gaten. En bij binnenkomst. Dan, dan, ja, jij bent druk bezig. Want het is een drukke winkel. Dus je bent heel druk. En dan zeg je: Goedemiddag. Of goedemorgen. Kijk, het omgaan met kinderen. Dat... Dat doet een ieder. Een verkoper dus ook. Die, die mensen die komen die winkel in binnen, en, maar die weten helemaal van niks. Die weten helemaal niks. Die weten helemaal niks. Maar die hebben we wel volledige zeggenschap. Daar gaat het om. En hoe je dat invult. Dat, ja. En daar kan je dus witte magie bij gebruiken. Ja, ah, ja, als je op kleine dingen let. <laughs> ja, serieus. Daar gebeurde een hele roer-ding. Ik was een keer. Was in het streetcafé hier in Arnhem. Met Billy. En met Billy. Uh, die, die is uh, ja, ik kan denken aan dingen. En hij gaat dan grommen of zo. Of, of. Hij is niet autistisch. Of heel, uh, 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 uh. We zitten dan heel rustig, allebei. En wij vallen niemand lastig. En ook elkaar niet. We zitten op elkaar niet lastig te vallen. En we vallen ook andere mensen niet lastig. En ik weet nog die avond dat Billy opstond. Want op de ruit was uh, allemaal dauw of condens. Mensen aan het dansen, zweten buiten was het koud en op die ramen was condens. En toen stond hij op van zijn bakruk En hij loopt op het raam en hij checkte nog of ik wel mij bewust was wat hij aan het doen was. En ik. Ik zat ademloos te kijken naar Billy. Dan meen je niet, Billy gaat wat doen. Want hij deed nooit wat. Maar hij gaat wat doen. En toen ging hij met zijn vinger een tekening maken. En die tekening was een heel groot varken. En aan de ene kant dat wat dat varken opvrat... En aan de andere kant dat, wat dat varken uitkomt. En hij zei: dat is het. Dank u wel. Er is een groot varken. En dat vreet ons op en dat scheidt ons te verraden. Dat is de wereld. Er is geen reden tot paniek. Het is niet om je. Meen. Er is een. Die, die gedachte achter. Wat, wat Christus. Ik ga maar stotteren. Toen Christus zei over die belastingdrukken. Dat is even. Ja, wie ze poen is het nou? En dan keken die mensen. Mee, ja, maar ja, dat geld is dus van de Romeinse keizer. En dan geef je dat terug in die vent. Het is zijn geld. <laughs> wat moet je met geld? Wat, wat ben je van plan dan? Wat wil je dan doen? Met poen. Ja, ik kan wel doorgaan en grappige gedichten gaan verzinnen. Iets met uh, smurige seks of zo. Wat moet je met je poen? En op het moment dat je met die poenbusiness gaat beginnen, moet je en vooral niet beschouwen dat het van jou is. Ik zat een keer bij Café de Wacht. En het was zomer en ik was al dagen niet onder de douche geweest en ik was echt zwaar aan het zuipen. Ontzettend leuke tijd. Mijn bankrekening in de gaten houden met mijn dronken kop. <laughs> een, ik ben ook niet gek. <laughs> ik wil de rock bottom, maar dan niet onaangenaam. Ik heb ook tegen de gemeente gezegd: van, Kijk, het punt is, als ik mijn huis uit word gezet, dan veroorzaak ik uh, heel veel kosten. En dat wil ik ook niet. Oh, een leuke tijd. En dan gewoon, gewoon blijven doorzuipen, net zolang dat de poen op is. En dan zat ik op het terras met café de wacht. En er zaten daar een stelletje lamstralen, van die air -hammers. En er zat een man bij, dat was een redelijk gedistingeerde heer. En die was daar met zijn maten. En ik nam plaats. Lekker je neeven tanken en de zon was heet. Ze waren al dronken, jongen. Oh, oh, oh. En die ene die kwam uit. Hij Heet Rijnwijk, Rijnwijk. En dat ken ik. Ik ken dat wijkje. Zo'n mooi wijkje, ja. Dat zou ik graag willen wonen, hoor. Nou, qua buurt dan. Hè? Lijken me aardige mensen. En het gesprek ging over van alles. En die gedistingueerde heer, en die zat links van mij... ...en die flapte er een bijbeltekst uit. Ik denk, halleluja. Hm? Ik kijk hem, man, ik zeg... Uh... Welke stroming weet ik niet, maar jij bent uh, protestant. Jij bent protesteerder. Een christen protesteerder. Ik pik het niet meer. Jij bent een christen protesteerder. Jij protesteert uit naam van Christus. Dus ik beschuldigde hem van protestantisme. Hij zei: Ja, oké, okay, ik geef het maar toe. Ik ben. Wat voor zit nou? Nederlands gereformeerd, uh, streng hervormd. En hij biechtte mij op dat hij de, de zondagen waren voor hem een groot feest. Twee keer naar de Kerk. Oh, wat fijn. Ja, zo beginnen die dingen. Een soort kerkverslaving denk ik dan. Grapje, grapje, grapje. Nee, ik ben al lang blij dat iemand dat respecteert. En hij zei ja. Het, uh, ik was getrouwd met mijn vrouw en uh, toen ging ik dingen lezen in de krant over huizenhandel. En ik zei tegen mijn vrouw: van, yo, kijk, uh, We gaan hier wel heel veel geld mee verdienen, maar voor de rest blijven wij hetzelfde. Vind je dat een goed idee? We worden wel heel rijk. Denk ik. Maar we blijven in ons geloof. We, we, we gaan niet voor het geld. Het, het is een optie. Ik ben je man, ik moet geld binnenbrengen. En ik zie dit, ik denk, nou dat ken ik wel. Maar dan komt er een bak geld binnen. Dus ik weet niet of jij dat wil. Wil jij wel zo... Oh, het is maar een vraag, hè. Ik ben je man. Wil je dat wel? Nou, zei ze, Nou, dan zei mijn vrouw. Nou, dat is geen probleem. Dat, dat weet ik wel te beheersen. Nou, zei hij tegen zijn vrouw. Dan ga ik dan. En dan ging hij uh, goed in de rond te rijden. Met een goed gevoel voor vastgoed. En uh, dat is een mooie. En dat is een leuke. Een beetje opknappen is een plannetje, dan naar de bank. De bank die financiert. En jij beurt. Je koopt een huis met een hypotheek van een bank. En je zorgt ervoor dat binnen drie of drie maanden of zo. Is dat ook echt een mooi huis? Hoppakee, en dan gaat hij over de toonbank. En dan ben je van de hypotheek af. Dan <tacht> is het jouw huis niet meer. En dan is het nog steeds van de bank, maar het is jouw huis niet meer. Je hebt je huis verkocht aan de bank. Het ja, is business. En als je dat snapt, dan doe je dat. Hè? Je moet er wel geld voor hebben. En, en je moet snappen hoe het werkt. Het lijkt mij niet zo 1, 2, 3 makkelijk. Maar, maar ik denk, maar ik denk, een soort toevoegingen: van ja, misschien, ik weet niet zeker, maar thuiskweken. Lijkt mij hot. Kijk, hey, als je. Iedereen wil dat je minder energie gaat verbruiken. Dat is een mooie slavenles. Hoor. Iedereen wil dat je minder energie gaat verbruiken. Nou, dat wil, dat wil namelijk iedereen. Ieder mens moet zo min mogelijk energie verbruiken. Het is onzin om uh, uh, naar de sportschool te gaan, want dan kan je lekker pizza en macaroni eten. En dat is zo lekker met die kaassaus. Maar dan heb je al die koolhydraten naar binnen getankt en dan wordt je lichaam wordt echt doodmoe. Dan val je echt in slaap. Hè? Je kan beter suiker eten hoor. Misschien dat ik dan toch nog die, die oude uitzending over dietetisme, <laughs> Diëtetisme... Het ging om de... Nou ja, uh, vier, nou, over diëtetisme, maar niet over... Ja, diëtetisme. Diët diëtetisme. Nou, nog een keer over hebben... Erg belangrijk om de goede spullen in je mond te stoppen. En koolhydraten is nou, niet per se. Dan kan je nog beter alcohol gaan zuipen. Want dan word je vervelend voor je omgeving. Dan hebben ze nog wat aan jou. kunnen ze de politie bellen. Goed beseffen waar je geboren bent, mijn vriend. Je bent geborgen, je hebt helemaal geen account op deze wereld. Je mocht willen dat het zo was. Maar met deze uh, mafioso uh, achter de administratiecomputers, ga je mij niet vertellen dat daar iets fatsoenlijks uitkomt, of wel? En jij kan je net als ik gaan afvragen hoe lang gaat dat kosten voordat die soepzooi gerepareerd is. Voor de verwezenlijking. Nou, ah, weet ik niet. Ik geen schatting over maken. Ik weet wel dat de soepzooi tot een einde komt. En dan lijkt het. Of nee, dan, ja, dan, ja, dan, ja, dan gaat het echt een hele tijd goed. En dan zijn we van al die klojo's verlost. En, en van Satan hebben we ook geen last meer. Want we zijn veel te druk met ja, onze naasten. En dan gaat het met die. En wie wie. Heel levendig. Die, wie wie. wie. Er zijn allemaal verschillende culturen door elkaar heen en dat vinden we dan juist leuk. Want die culturen die komen op en die gaan weer terug en die veranderen van kleur en dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Er worden ook afgesproken huwelijken worden er gepland. Dat je tegen je, je kind zegt van ja, kijk, maar je kind snappen wel. Want papa en mama dat, dat zijn van, de, ja, van die clan. Hè? En dan heel toevallig komt ze die jongen tegen. En dan gaan ze trouwen. Maar dat was allemaal gepland. Dan word je uitgehuwelijkt. <laughs> Smerige truc. Uithuwelijking. Hè? Het is dat uh, de twee families. Die hebben een conspiratie. En, uh, dan organiseren ze een feest. En ze hebben al gekeken naar hun beide kinderen en, en, en gedacht van, nou, dat wordt een feest waarop die twee elkaar gaan ontmoeten. En dan overleg in het geheim, van, wat vind jouw dochter leuk? Houdt ze van dit? Houdt ze van dit? En uh, die kerel, die, 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 die schoonvaderen, die van ja, maar jouw kerel, en ik dacht zelf: dit, wat denk jij ervan? Maar allemaal in het geheim. En dan zorg je ervoor dat er toevallig de ontmoeting komt en dan backup plans van wat als ze zag wordt of, uh, of die jongen die moet die kan van alles misgaan die moet backup plans hebben. Maar wel die twee aan elkaar koppelen en dat, dat die tweede godganse tijd denk je van nou, het kan toch geen toeval zijn dat ik jou alweer tegenkom. Nee, dat was ook allemaal gepland. Dat heet uithuwelijken. Dat is veel werk. Je moet ervan houden. Ik zou dat wel leuk vinden, dat is zoiets. Ik heb altijd van mijn dochter afgebeeld. Al jaren zit ik met smart te wachten op de eerste gozer die de ontmoeting met de grote El Bundy gaat overleven. En, nee, dat zit er voorlopig niet in. Zeg mijn dochter dan ook eerlijk tegen mij. Want ja, het zijn alleen maar toyboys, pap. Ik ben nog een beetje aan het oriënteren. Ja, dat moet ook een. Ze biechtte me op dat ze een kater had gehad. Maar zei ze, die was heel snel weer weg. Ik denk, ja. Ja, ik, ik heb allemaal nooit een kater. Ik sta er niet bij stil. Dat, uh... ik, ik meet het af, want uh, ja, ik heb zoveel kater, hoor. Oh, dus... oh, nou, dan uh, oh, er kwam daarvan. Nee, oké, okay, dan doe ik uh, ietsje minder. Dat heb ik wel eens. Maar dan, dan denk ik daarna weer van ja, wat een gezaak. Ja, toch? Ja, het gaat om de bevrijding vanuit die slavernij. Als je geen zeggenschap hebt... dan heb je ook geen verantwoordelijkheid. Tell me what to do. Van afwachten. En wat wil een mens nou liever... En afwachten. Dus je goed voorbereid? afwachten. Dat het allemaal niet uitmaakt. Dus ik zit nu te kijken naar filosofieuitzendingen filosofie-uitzendingen met de mathematics en filosofie en vreken. god freken. En ik vind dat Godlob Freke helemaal gelijk heeft. Ik sta aan zijn kant. En ik ben mijn punt kwijt. Waar heb ik nou? nou? Want die Godlob Freke, dat is me er eentje. Hij ah, was een David. Tegen die Goliath. Uit Amerika. Die katholiek. Dus uh, onze. Godlob Vrege, waar dat David. Zo'n David tegen Galiot. Arm, lullig, professertje uit land. Die is helemaal vernacheld. Die moest een bek houden. Maar Godlob Vrege had gelijk. Op zijn manier. In die dagen. En Gottlob Frege, is, daar is nog van opgetekend... dat uh, de vergadering die erover ging... Uh, wat voor een feest ze zouden geven als Gottlob Frege met pensioen ging... Was voordat hij uh, eindelijk dat hij weg zou zijn van de universiteit. En is hij weg? En wat gaan we voor hem doen? En toen is besloten door de vergadering van de universiteit. dat bij het afscheid van Gottlob Freken de universiteit geen activiteiten zou doen. om te reflecteren dat Gottlob Freken ook geen activiteiten had verricht voor de universiteit. Dus dan zijn we, ja, dan, dan zeuren we er niet over dat meneer Frege weg is. Maar geen feestje. Dat gaat alleen maar geld kosten. En wat is het volgende agendapunt? <laughs> ja, als je de grap snapt, meestal moet je het dan lachen, hè? We are doomed. Dat kan je ook zeggen. Geweldig. Dus de, de, <tacht> Al die mensen die ergens in geloven, van nou, dan ga ik daar geld aan geven of ik doe mee met die stroming. Dat zijn allemaal slaafjes. Het hele idee van Giro 555. Waar ben je mee bezig? Hoezo denk jij nou dat jij de wereld kan veranderen. door uh, zoiets uh, onwaarschijnlijks als een aantal punten? Oh, dan geef ik zoveel punten aan die. Ja, Jij bent je punten kwijt? Ja, maar het is dan wel uh, heel goed terechtgekomen. Ja, bij wie? Yo, die heeft er een rolstoel voor gekocht. Het was een seriemoordenaar. Ja, <laughs> maar seriemoordenaars verdienen ook een rolstoel als ze invalide zijn. Ja. Ah. <laughs> denken nou echt dat de wereld bedoeld is voor jou om te begrijpen. Of denk je dat de wereld bedoeld is om zo extreem mogelijk uh, ingewikkeld te zijn? Het uh, bloed, zweet en tranen. En, en dat soort andere ellende. Uh, ja, want die vrouwen die raken overstuur en die gaan gooien met, uh, met, met, met huisservies wat de man uh, met zijn zure geld verdiend heeft. Heb je dat ook nog? Dat is een mooie. Ik ga afsluiten met een mop. Dus je, je kan het nu stoppen hoor met, met luisteren. Er komt alleen nog maar een mop. En daarna zeg ik: uh, dag liefjes. Mijn grote probleem. Oké, okay, ik ben ontzettend gay. Ik moet een keer uit de kast komen. Ik hou van iedereen. Ook van roodbosje. Ja. Uh, die mop. Het gaat over de eenzaamheid van God. Het is een heel tragisch verhaal. Ben jij wel eens eenzaam geweest dan? En wanneer was de laatste keer dat je eenzaam was? Hè? Nou, en dit ging dus om God, en dat is een soort eeuwige. Ja, altijd op zoek. Weet je wat En in Amerika vindt hij iemand die in hem gelooft. Hij controleren en Sata natuurlijk allemaal zeuren. Je, je kent het wel. Het is oud gezeik, En Hij wil in gesprek met die persoon. Hij zegt: uh, hallo. ik vind het heel erg fijn dat je in mij gelooft. En ik wil je helpen. En heb je een vraag? Want dat hoort dus. Hè? God geeft zeggenschap. Aan de mens. Dus uh, God zegt tegen dat kind dat in hem gelooft in Amerika, dan moet je echt denken aan jaren zeventig van de vorige eeuw. Die cultuur, hè? Um, die mensen die, die zegt: nou, dit is. Uh, ja, in principe gaat alles goed. Oh, ik, ik, ik wil niet klagen. want. See. Ik, ik, ik heb eigenlijk niks te klagen. Ja, zo goed, maar dat... Uh, ik heb zoveel te geven. Nou, zit die Amerikaan van... Ja, als ik daar aan moet denken... Nou... Zei hij... Een... Een brug... Van het vaste land... Naar Hawaii... Te, uh, geen gatse fressen. Gewoon, je, je gaat in de rij staan en dan. Wzz, wzz, en dan ben je in Hawaii. In plaats dat je met die stomme boten moet, of vliegtuigen. Efficiëntie. Dan kan je ook wel een lekkere grote auto nemen. De aardolie die spuit uit de grond. En wat moet je met die rotzooi? Dat toxisch ook. Je beter maar in een motor stoppen. En dan naar Hawaii gaan rijden. Allemaal mooie ideeën. En, en God, ik vind. Amen. I'm with you. Huh? I'm with you. En die gaan meedenken. En, en God zegt: Ja, uh, wacht eens even. En die. De, mijn, mijn punt is dat als we samen die brug uh, veroorzaken. want jij wilde hem en ik maak hem. Hè, dan, dan staan we wel met onze billen bloot. En, uh, en daar heb ik ook geen behoefte aan. Want dan weet iedereen dat ik besta. Als zo'n lulhaller zoals jij het voor elkaar krijgt om hem. Uh, ja. <kười> uh, uh, het punt is dat op het moment. Dat Nee, zo, God, laten we dat maar niet doen. Dus het, uh, het kan wel. Het kan wel. Huh? Huh? Laten we niet doen. Maar wat, wat moet ik dan voor je doen? Huh? Jij bent de enige die in mij gelooft. Kindje, kindje, wat wil je dan? Die Amerikaan zo nadenkt. Ja, de rest wil ik het eigenlijk niet. Ehm. Ik kan helemaal. Helemaal. Nou, ja, zei die Amerikaan. Nee, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Een vriend van mij, hè. Die heeft een vrouw. En. Het is een lang verhaal, Die vriend had die hele dag hard gewerkt. En die komt s'avonds thuis. En, en die ruikt helemaal niks in het huis. Behalve de lucht van een dood. En ik, een god gelijk. Ja. Even los van dat probleem. Helemaal los van dat probleem. waar je het net over had. Hè? Die brug naar Hawaii. moet het per se drie baans zijn? Of kunnen we onderhandelen? Over een bescheiden. Brug die niet opvalt. Dag, liefheids.